Yo iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag zijn we terug beland bij een nieuwe episode van Pokémon Rood. Ik weet niet of dat jullie mijn social media volgen, maar mijn vorige Pokémon game is dus gecrashed. Dus ik heb alles opnieuw moeten doen. Dit zijn terug de Pokémon dat we nu hebben. Verschillen een beetje met hetgeen dat we hadden. Sowieso wel, maar daar kan ik eigenlijk niet aan doen. Dus nu zijn we terug in Fuchsia City en we gaan eerst de Safari Zone doen, want dat is hetgeen dat we nu eerst moeten doen. Ja, nog naar voren denk ik, dat het was. Ja, het is hier. We hebben hier twee items nodig uit de Safari Zone. We hebben de Golden Teeth nodig om strength te krijgen. En we hebben gewoon het MT Surf nodig. Dus We only use special Pokeballs hier. Ik weet het, lieve man. Oké. Waarom staat mijn bicycle niet volledig van boven? Ik weet het niet. Maar je kunt hier dus met mijn bicycle wel rijden. Ik weet totaal de weg niet meer. Dus dat wordt gewoon zoeken terug. Het kan zijn dat we meer dan één keer in de safari zone moeten zijn. Maar dat kan ik jullie nog niet beloven. Wat is dit? Full restore. Is er hier nog iets? Hier zijn geen TM's, dus dit al niet. Perfect. Ja. Zeg het, ik weet de weg dus helemaal niet meer, dus hier hebben we gewoon terug stappen verspild. Want in de safari zone krijg je maar 500 stappen om mee te werken. En daar moeten we alles mee doen. Komen wij niet van hier? Hier is legit niks. Dus we hebben weer wat stappen verspild hebben. Ik denk dat we een tweede keer in de safari zone ook een execute. Ik denk dat we een tweede keer zullen moeten gaan in de safari zone. Het zal niet van de eerste keer lukken, denk ik, gok ik. Wat is dit? Max revive moeten we niet hebben. Max potion moeten we ook niet hebben. Oh, meen je dit nu? Oké, opnieuw. Ik zeg het, zoals je zelf zag, je krijgt maar 500 stappen, dus het is vrij nipt. Max potion. Nidoran, mannelijk. Hier krijg je toch surf van ergens, of niet? Hier krijg je dus blijkbaar geen surf. Wat ik raar vind.
Ik dacht legit dat we hier surf gingen krijgen. Hier zijn wel allemaal items. Kunnen we niet naartoe precies? Misschien is dat langs de andere kant. We gaan sowieso terug uit stappen geraken, dus dat valt niet te vermijden. Ik guess, wat is dit? MT40, wat is MT40? Skull Bash. Wat is dit huis dan? Ja, kut. Opnieuw. Nee. Ik zeg het, de safari zone is vrij groot en ik weet het ook allemaal niet meer van buiten, dus het is een beetje zoeken, sorry boys and girls. Ik moet geen fucking execute. Nidorino moet ik ook niet hebben. Oké, één bal. Nee, twee ballen. Drie ballen. Vier ballen. Hey. We hebben een execute gevangen, boys. Nee, ik wil geen... Voilà. Ja, niet nog één eens, hè. Ik heb die gevangen voor de fun. Dat heb ik ook niet nodig. Hier was een huis. Protein, dat gaan we direct aan de Pokémon geven. Dat mag gewoon een Venusaur, maakt niet uit. Nee, ik moet geen... Ik moet geen execute! Oké. Gold Teeth, dat hebben we nodig. Ik denk dat we juist zijn nu. Ja. Shit, al was laatste item. Ik heb het niet gezien. 32 is double team. Oh, nee. Dat is echt een shit move. Gewoon weggooien. Ja, gewoon weggooien. Dit is het huisje waar je dan surf krijgt. Ah, finally! You're the first person to reach the secret house. I was getting worried that no one would win our campaign prize. Congratulations, you have won. HM03 is Surf Boys. Dus, is er iemand dat dat kan leren? Nidoking kan dat. Oh, maar dat is zo waste om dat aan Nidoking te leren. Kijk, ik ga ermee lachen, maar ik ga even. Slowpoke, allemaal goed. Oh, verdomme. Nee. Geen pokévloed, jongens, zot. Gewoon de super rot gewild. Oh, een Dratini! Ik wil echt een Dratini. Bait, een beetje, ja. En misschien een pokébal of zo. Kom aan, Dratini. Oh, fuck. Nee, niet rennen. Oh, nee. Oh, Dratini is zo'n nice Pokémon. Oh, terug naar Dratini. Ja. Beet eerst, hè. Ja, en dan... Oeh, pakt hem. Nee. Niet weggaan. Oké. Nice. Oeh, pakt hem. Maar zie, what the fuck? Die Pokémon gaat er niet eens in. Dat is fucking bullshit. Dat is... Psyduck, I guess. Oké. We hebben een water Pokémon voor surf. En ik denk dat Psyduck ook wel dingen kan. Nee, geen tweede Psyduck. Fuck, tweede Psyduck. Ik wil nog even voor een Dratini proberen. Laat ons zeggen, nog vijf keer of zo. Het zou gewoon cool zijn om wel een Dratini te hebben. Slowpoke.
dat we niet echt nodig hebben, maar liever een slowpoke dan een tijdelijk. Oh, Dratini, ja, kom maar. Beter, Dratini, ja. Oeh, pak hem. Zie je, what the fuck, gewoon niet erin willen, hè? Dat is echt bullshit. Ik weet niet waarom dat Dratini zo... Nee. Oh, shit. Ik weet niet waarom dat Dratini zo kut te vangen is. Echt, legit niet. Nee, geen Psyduck. Hier, Trollrock. ik weet legit niet waarom dat zo is. Echt niet. Psyduck weer... nog twee Pokémons, boys. Allee, Dratini. We zullen eerst eens een Bite doen, dan True Rock. En nu een Pokéball of zo. Kom aan, blijf erin zitten. Godverdomme. Kom maar, nog twee Pokéballs. Kom maar, jong. Blijf erin. Nog één. Kom aan, toe. Blijf er nu gewoon in. Toe. Kut, we hebben geen Pokéballen meer. Ding dong. Dat sukt. Maar oké, we hebben wat we moeten hebben, I guess. Dus het is oké. Een Dragonite had gewoon wel echt cool geweest, oké? Geef toe, Dragonite is toch een van de meest... ik vind Dragonite een van de zotste Pokémon ooit. Shit, we moeten eerst naar hier. Hier is een mens en die is zijn gouden tanden verloren. En die geeft ons strength. Ik weet niet wie dat er strength kan leren. Nidoking. Nou, dan gaan we die niet leren. Dan wil ik die ook niet leren. Voor het beetje dat je dat maar nodig hebt, is dat echt waste. Laat ons eens even... we zien dat wel. We gaan eerst de gym van Koga doen. Welke Pokémon staat er eerst? Venusaur, dat gaat niet werken. Dat gaan we even switchen met Pidgeotto. Koga zijn gym werkt met... Zoals je ziet, ik kan hier niet rechtdoor gaan. Dus ik moet... ik kan niet anders dan allemaal die mannetjes verslaan. Wow. Dat is... Terug naar het Pokémon Center. Oh nee, ik ben te... Wacht. Kan Abra dat niet oplossen? Ja. Je ziet dat, boys. Abra is nog handig. Ja, dat opnieuw beginnen volledig, dat was vrij zuur. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik weet dat Koga Potion Pokémon heeft, dus ik denk dat ik gewoon even... Drowsy. Oh ja, tuurlijk, Potion man. Kadabra? Nee. Drowsy? Nee. Heb ik iets tegen Potion? Oké. Maar als je goed kijkt, like als hiernaast, je ziet wel waar dat je kunt lopen en waar niet. Je moet gewoon een beetje goed kijken. Arbok heeft hem. Sandslash, we gaan niet switchen, want we hebben gewoon fucking Bubble Beam. En dat is OP as fuck ertegen. Body Slam
paralyzed, dus dat is wel echt nice. Voilà. Dus voor de rest... Je kunt zo lopen, maar dat gaan we niet doen. We gaan gewoon rondlopen. Je moet ze toch allemaal verslaan, dus het maakt op zich echt gewoon niet uit. Arbok, we gaan niet veranderen. Voilà. Drowsy is echt een kut Pokémon. Voor de rest, dat is Koga. Ik ga gewoon een Max Potion gebruiken. Koga! A merchild like you dares to challenge me? Very well, I shall show you true terror as a ninja master. You shall feel the despair of potion and sleep. I guess. Ticket, 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 ticket. Smog, dat doet echt geen shit. Dus ik heb gewoon een Pokémon verspild. Muk is kut. Ik weet niet wat ik moet gebruiken tegen Muk. Laten we niet ook eens proberen. Trash misschien? Kut. Gewoon een horn attack of zo. Waarom mist hij alles? Oké, dank u. Terug naar Koffing. We gaan gewoon Raichu gebruiken nu. Laat ons Thunderbolt gebruiken. Double X attack terwijl hij de Koffing niet eens kan aanvallen is belachelijk. Weezing. Oh, hij is paralyzed, ja. Oké, dat is easy. Voilà, dit was Koga. Raichu 36, zeker niet slecht. Now that you have the soul badge, the defense of your Pokémon increases. It also lets you surf outside battle. Daar hebben we nodig. Aha, take this too. We krijgen TM06. Ik weet niet wat TM06 is, dus we zullen dat niet zien. Toxic. Dat is niet zo goed eigenlijk. Sorry voor het irritant geluidje van Potion. Daar kan ik echt niks aan doen. Maar zoals jullie zien hebben we nu 5 van de badge. De volgende gymleader zal Sabrina zijn die dat we gaan challengen. Maar daarvoor moeten we eerst nog wel wat dingen doen. Oh fuck nee. Oké iedereen, dus dit zal het zijn voor deze episode. Ik wil jullie allemaal bedanken om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, laat zeker een like van onder in de YouTube sectie langs. Zou leuk zijn een like en eventueel een comment of zo. En als je nieuw bent naar mijn channel, kunt je ook altijd subscriben. En vergeet het notificatiebelletje niet aan te tikken, zodat jullie weten wanneer dan mijn video's live gaan voor jullie. Voor de rest, allemaal super bedankt om te kijken. En ik zie jullie heel graag volgende episode terug. Nog een goede dag. Yo, salukes.